Barbarians, happy fucking new year. Het is vandaag 1 januari. Dus de new year, new me, new, ja, zo zeggen we het. Ja, new year, new me bullshit, bullshit kan beginnen. En um, voor deze episode, korte episode, willen we eigenlijk u gewoon een paar korte boodschappen geven om u een stamp onder uw kloten te geven. Yes, een goede vuur onder uw gat ja, te steken. Dat dit jaar misschien wel eens echt... Het jaar wordt dat het uw jaar wordt. Ja. Eh? Uh, laat ons hopen dat je deze keer wel de bal vindt om je doel door te zetten. Eh? Absoluut. Ja. Ik heb uh, zelf twee korte boodschappen. De eerste dat is: barbare mogen je niet de mindset hebben van ik hoop dat dit jaar mijn jaar wordt. Eh, dat hoorde vaak. Ja. Dit jaar, ik hoop My. dat dit jaar mijn jaar wordt. Super goed dat je dat Vorig jaar was de warm-up. Uh, Twee jaar <laughs> geleden was de warm-up van de warm-up. En drie jaar geleden was uh, de voorbereiding van de warm-up van de warm-up. <laughs> en, en dan hopend dat dit jaar eh, 2024 uw fucking geluksaver is of zo, en dat dit jaar ineens alles magisch in uw schoot geworpen wordt. Ja. Ja, je kent dat gezegde wel: good things come to those who wait. Fuck that shit. 100%. Dat is zeer incorrect. Good shit happens to those who go out, fucking work for it and take it. That is Udan Ambarbar Mutanka. Dus, man, jongens, die. Bullshit van, ik hoop dat dit jaar mijn jaar wordt. Smijt dat al gewoon out of the fucking. Ja, dat is ook window. iets waar ik echt het shit van krijg. Dus echt supergoed dat je dat aanhaalt. Fucking hope is useless. Hoop is basically um, hopen dat, dat, dat op een of andere magische manier. Dat dat, zoals dat Jonas zegt, gewoon in uw schoot gaat geworpen worden. Terwijl jammer genoeg, hè, als jij het werk niet doet, geloof mij, jij mag zoveel hopen als dat jij wilt. Er gaat geen zak gebeuren. Ja, het ding is dat, dat mensen. Mensen leggen de verantwoordelijkheid graag bij een ander. Voilà, exact. En dan, dan denk je die dat misschien... Hey, uh, oftewel, het universum nu ineens alles gaat uitlijnen mm -hmm. voor u, dat alles perfect gelopen. Of dat misschien de overheid ineens scab-hulp zou geworden. Misschien krijg je wel, wel 20.000 euro belasting ja. terug, wie weet. Of misschien dat je een baas ineens je salaris <laughs> gaat verdriedubbelen. omdat jij een chille gast bent. of dat je droomlichaam ineens in je schot geworpen krijgt. Nou, dat twee weken gewoon tijd volgen. Ja, dat ga, dat ga je ineens magischerwijze iedere dag zin het om te gaan trainen. dat je geen koekjes niet meer lust. dat je al die shit. dat dat ineens magischerwijze er is gekomen. Ja. Zo en share het dus fucking niet. Fuck hoop. Als jij wacht op hoop, als jij niet fucking werkt, dan gaat het niet fucking gebeuren. Dus nee. gooi die hoop uit de fucking window en dat start al, dat start al met gewoon niet uit te spreken. Ik hoop. Vermijd dat woord ten ja. allen tijden gewoon. Ik ga. Ik ga dit het beste jaar ooit maken. Niet ik hoop dat dit het beste jaar nee. wordt. Want die ingesteldheid, die zin alleen al, zorgt er gewoon voor dat ik weet wat dat uw mindset is. En dat ik weet dat jij je doel niet gaat bereiken dit jaar. Ja. Die verantwoordelijkheid nemen. Dat jij de held bent waarop dat jij ze ontwachten. Niemand anders gaat het voor u fixen. Niemand anders. Full responsibility. Ja. Dat is echt de enige sleutel dat is de voorwaarde nummer één om dit jaar effectief uw jaar te kunnen maken. Dat is eigenlijk inderdaad een mooie voorwaarde ineens hè, dat we daar gaan aanplakken. Als jij deze deze hanteert, dan gaat heel uw jaar goed zitten. Take I full know. responsibility. Alles in uw leven is uw eigen verantwoordelijkheid. Alles. Zit je nu dik? Uw eigen schuld. Zit jij nu niet rijk genoeg? Uw eigen schuld. Zit jij nu in een strontrelatie? Uw eigen schuld. Niet genoeg energie? Je eigen fucking schuld. 100%. Alles is bottomline je eigen fucking schuld. En als jij en nu zukt... aan denken zij, Als jij nu aan het denken bent, of als jij je aangevallen voelt, goed. Want dat betekent exact dat jij dat nodig hebt. Als jij dat niet doet, niet die verantwoordelijkheid neemt, en dat, iets, en dat in iemand anders zijn schoenen steekt dan gaat dat nooit van je leven veranderen. Want dat ligt toch in iemand anders zijn handen. Dus ik kan dat niet veranderen. Ja, voilà, dat, dat is, is fucking bullshit. Ja, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws dat, dat, nieuws dat goed in je nieuws. handen ligt. Want dat wil ook zeggen dat jij degene bent met de kracht om dat te veranderen. Jij hebt de sleutel in je handen. Dus voilà, dat was boodschap nummer één dat ik had. Boodschap nummer twee is... Beseffen dat jij je eigen kunt redefinen. Hermaken, als het ware. Zo, de jaarovergang... Je kunt dat ook wel echt... Gebruiken naar uw, om naar je hand te zetten. Wat bedoel ik daarmee? Je zou eigenlijk de tijd moeten kunnen nemen om eens heel eerlijk naar het afgelopen jaar te kijken, te analyseren en te kunnen zeggen: van, Oké, okay, waar heb ik fucked up? Waar heb ik, waar heb ik opgefucked? Waar heb ik tekortgeschoten? Zelfs als het goed is gegaan, waar kan ik nog beter doen? Voilà, vooral dat. Dus waar kan ik beter voilà. doen? Dus deze moment gebruiken om eens even naar vorig jaar te kijken welke stukken in mijn gedrag. Je hebt voor mij gewerkt. Welke stukken in mijn gedrag hebben tegen mij gewerkt? En die waarsheid dan ook meenemen naar het komend jaar in te sturen waar nodig. En ook kon ik eens opnieuw zeggen, heel concreet voor je eigen uitschrijven van wat je eigenlijk wilt uit dit jaar, Ik doe dat ieder jaar. En dat is tweezijdig. Want nu, met aan terug te kijken naar de laatste, besef ik ook: ik heb eigenlijk best wel een goed jaar gehad. Ik heb misschien niet 100% alles bereikt wat ik zou willen bereiken, maar ik heb wel op alle vlakken vooruitgang gemaakt. En ook heel wat dingen heb ik wel echt gewoon kunnen afvinken. Dus dan kun je ook beseffen van oké, okay, dat is nice. En dus ook, dan kun je ook zien van... Door die oefening te maken kun je ook zien van oké, okay, de stukken waar ik niet het, het, um, het gewenste resultaat bereikt, mm -hmm. wat moet ik daarvoor doen om dat bij te sturen? Ja. Heel nuchter naar jezelf kijken, analyseren. Eerlijk zijn met jezelf. Ja. In die fucking concrete doelen opschrijven. Dat is echt super belangrijk, dat je die richting hebt. Ja. Je moet eigenlijk je long-term doelen hè, voor binnen 5 à 10 jaar. Break dat down en kijken naar wat moet er dan volgend jaar exact gebeuren en hoe gaat je dat doen. Sowieso. Want als ik ook kijk naar mijn uh, jaar afgelopen jaar. Het was een heel, heel mooi jaar, sowieso. Van alles gebeurd. Um, en ondanks dat ik um, met volle trots kan zeggen. dat ik alles bereikte wat ik wilde bereiken afgelopen jaar in 2023. Zijn er toch nog altijd dingen waar ik zoiets van mij. Ik kan eigenlijk nog zoveel verbeteren, maar echt nog zoveel verbeteren. Wat, wat, wat ik bijvoorbeeld ga doen, is ik ga een agenda kopen waar dat letterlijk elk uur van een dag in staat. Ja. Elk uur. Ja, moet. En ik moet dat gewoon helemaal, elke dag opnieuw, voor, op, op fucking weekbasis, moet ik exact opschrijven van dat uur, dat uur, dat uur, dat uur, dat uur, ga ik allemaal die shit doen. Dat is exact, exact ja. dat. Dat is wat high achievers ook doen. Hè? Dat is elke, exact Elk kwartier is accounted voor. 100%. En dat ja. moet echt gebeuren dit ja, jaar. 100%. Exact. Dus voilà, guys. Dat zijn eigenlijk maand twee, of de onze twee. Ik weet niet of ik ga nog in het. Korte boodschappen voor dit jaar, u even fucking makker te schudden. Dat zijn de prerequisites om ervoor te zorgen dat je een goed jaar hebt. Dus één, besef dat alles bij fucking uw wagen ligt. Alles. Yes, man. De, oftewel, of dat je nu volgend deze jaar op dezelfde plaats zit dat je nu zit, dat gaat uw verantwoordelijkheid zijn. Als je dit jaar effectief gewonnen hebt, dat gaat ook uw verantwoordelijkheid zijn. Dus pak die. En dus twee, heb heel. Concreet, voor ogen, wat dat je eigenlijk juist wilt uit volgend jaar. Ja. Dat is echt belangrijk dat je dat weet. Want anders, ja... Dan zitten we ook maar wat gewoon om te doen. Ja, en, niet enkel, je hebt clarity nodig. en niet enkel weten wat je wilt, want dat is uiteraard stap één, 100%. Maar dan ook weten hoe dat je daar naartoe gaat gaan. Ja. Een eh? gameplan, Want als dus je gewoon, want, want, want gewoon weet wat je wilt en dan wederom hoopt dat dat gaat gebeuren volgend jaar, mm -hmm. dan gaan we er niet fucking geraken. Nee. Je moet een gameplan hebben, je moet dat uitschrijven. Hoe de fuck gaat je dat doel bereiken dit jaar? Mm -hmm. Super belangrijk. Maar dus eigenlijk. To -do, to do list. Als je dat nog ja. niet gedaan hebt, is vandaag 1 januari. Pak een uur de tijd, zet u op opzij en begin te schrijven. Een uur? Gewoon hoe, hoe fucking ja, lang dat nodig is. eigenlijk man. inderdaad. Hoe lang dat nodig is. Je moet vandaag weten wat je uit 2024 wilt halen en wat je gameplan daarvoor is. Ja. Oké? Okay? Ja, wat ik nog graag wil zeggen, hè, um, we hebben het gezegd. Nieuw hier, nieuw mee, heel die zever. Nu op zich is dat wel een goede mogelijkheid om het jaar uit de startblokken te schieten. Mm -hmm. Dus wat ik dan wil meegeven is, hè, als jij het nieuwe jaar gebruikt als reden om vooruit te gaan, om te starten. Top. Supergoed, hè, echt top. Maar zet fucking door. Niet na één maand zeggen. fuck die shit, het is moeilijk. Tuurlijk ja. is dat fucking moeilijk. Ja. Als jij een doel wilt bereiken, tuurlijk is dat fucking moeilijk. Je moet fucking blijven gaan. Snapte? Dus. Supergoed dat je het nieuwe jaar gaat gebruiken om uit de startblok te schieten. Of althans dat hoop ik toch. Hè, sowieso. Maar zet dan ook fucking door. En stop niet zoals al de rest van de fucking maatschappij. Na twee weekjes, na drie weekjes. Oh, ik heb mijn best gedaan. Maar het is toch niet gelukt door omstandigheden. Ik hoop dat het later dit jaar, hè, misschien met mijn verjaardag, <laughs> ga ik er wel terug invliegen. Fuck you. Get fucking to it man. Echt ja. waar. Voilà Barbarians. Veel succes. En we zien jullie bij de volgende podcast.